zijn op de Dreef bij het eerste fotocafé, bij mij weten. Bij mij staat Ineke Hertgens van Stedion. Waarom dit fotocafé? Het is eigenlijk een spontane opwelling van een aantal collega's van het thuisteam Zuidwest, om dat zo maar te noemen. Wij zijn een team wat werkt voor dit stadsdeel. En zoals iedereen weet, wordt er over dit stadsdeel nagedacht. Door allerlei partijen, gemeenten, corporaties. Uiteindelijk moet er af en toe wat gaan gebeuren. Dus er wordt langzaam gekeken naar de toekomst. Toen dachten wij, ja, we kunnen met elkaar kijken naar die toekomst, maar we kunnen ook kijken naar nu. En wie wonen hier nu? En wat hebben die mensen allemaal beleefd? Het is een beetje vastleggen van de geschiedenis van de wijk. Daar komt het een beetje op neer. We hebben een aantal bewonersavonden gehad met ontzettend veel leuke mensen. Zowel mensen die hier al soms 60 jaar wonen, maar ook nieuwkomers. En die roepen allerlei mooie dingen over de wijk. Het is zo mooi groen, er is zoveel ruimte. We hebben een heerlijk huis met balkon aan beide kanten. We kijken uit op de koetjes. Dan kom je vanzelf op allerlei verhalen van vroeger. Toen dachten we, goh, ligt dat nou eigenlijk voldoende vast? En daar willen wij eigenlijk wel iets mee. Vandaar de foto's, fotocafé. Wat houdt dat nou precies in, dat fotocafé? Wij hebben daarvoor iemand ingehuurd of gevraagd om daarmee aan de slag te gaan. Die is op zoek gegaan naar beeldmateriaal wat al bestaat. De gemeente heeft natuurlijk een prachtig archief, dus hij heeft een beginnetje gemaakt. En we hebben mensen uitgenodigd om met hun eigen materiaal naar ons toe te komen. Met iedere foto die mensen bij zich hebben, hebben ze ook een verhaal. Dit is mijn moeder met mijn kleine zusje. Of hier schaatste ik met de buurjongens. Oh, kijk, die winkels, die zaten toen daar. Mensen vinden het ook erg leuk om te kijken naar de oude auto's die op de foto staan. Kortom, het roept allerlei verhalen op. Maar dat is een eenmalige actie. Gaat het nog vastgelegd worden? Wordt het nog zichtbaar gemaakt? Komt er een museum? We zijn nog wel aan het nadenken. Sowieso willen we een aantal van de mooiste beelden gaan vastleggen. Op grote schermen eigenlijk, die in de wijk opgehangen worden. En als ik het over de wijk heb, dan heb ik het over eigenlijk het stadsdeel Zuidwest. We doen het in de Zichten, de Gaarden en de Dreven. En in ieder stadsdeel of iedere wijk komt dan een mooi doek aan een gevel te hangen. De precieze plek moeten we nog gaan bepalen. De mooiste foto gaan we ook nog bedenken hoe we dat doen. Het liefst met input natuurlijk van de bewoners. We willen het niet allemaal zelf bedenken. Dus dat komt dan een hele lange tijd in beeld en daar kunnen we met z'n allen langs. En wanneer kunnen we dat verwachten, dat beeld buiten? Binnen nu en een paar maanden. Deze zomer moet het gerealiseerd zijn. Oké, we wensen je veel succes. Dankjewel. Degene die het allemaal technisch moet gaan behartigen is Jeffrey Gouwstra. Jeffrey, wat is jouw rol bij dit fotocafé? Ik ondersteun mensen van Stedion bij het opzetten van dit project. En ik heb alle research gedaan, alle foto's opgezocht, contacten gelegd met wijkbewoners en alle foto's uitgeprint. En vandaag gaan we op zoek met bewoners naar de foto die we op een van de gevels gaan plaatsen. Het was een enorme klus, neem ik aan, want er is wel wat geschiedenis bekend. Ja, zeker. Ik heb echt vele archieven zitten doorpluizen en het was voor mij eens leuk. Ik ben zelf opgegroeid in deze wijk, dus ik ben ook heel veel dingen tegengekomen die ik ken uit mijn jeugd. Dus het was voor mij heel erg leuk. Dus het was een handige bijkomstigheid dat je zelf hier gewoond hebt. Zeker. Ja, ontzettend leuk. Ja. Zijn er nog opvallende dingen tevoorschijn gekomen? Wat ik heel leuk vond is, ik ben zelf opgegroeid in de middensteden en daar achter in de winkelsteden, daar staat een paard, een Marini-paard, kennen jullie vast wel. En daar heb ik altijd nog warme herinneringen aan en veel kids die ik sprak in het Zicht, die daar nu ook veel spelen, die kwamen allemaal met die foto aan van dat paard. Dus ik vond het leuk om te zien dat de geschiedenis zich herhaalt en dat ook voor deze kinderen dat paard heel belangrijk is in de wijk. En de kwaliteit van de foto's, is dat nog redelijk? Het is alleen wel lastig als we straks een foto willen uitvergroten en op een kopgevel willen plaatsen om die kwaliteit dan goed scherp te houden. Dus we hebben wel wat proefprintjes gemaakt en gekeken naar resolutie en de technische zaken, maar komt vast goed. Wanneer denk je dat die eerste foto op de gevel komt? Ik verwacht volgende maand al, ergens eind volgende maand. Dat is wel een beetje de deadline die we hebben. We houden de vaart erin. En weet je ook welke gevel? Frederikslaan, hoek Middensteden hebben we op het oog. En Erasmusweg, zeg ik uit mijn hoofd, hoek Frederikslaan. En we zijn in deze wijk nog op zoek. En dan gaan we met bewoners ook even schouwen en rondkijken of er een mooi geschikte gevel tussen zit. Oké, hartstikke bedankt en veel succes met het vervolg. Ja, dankjewel.